zijn van het programma Den Bosch. Zegt u het maar. Ja, zegt u het maar. Heerlijk in de stad, toch? Lekker weer. Ja, en lekker op de fiets de stad in. Lekker op de fiets en nou weer lekker naar huis. Heeft lekker boodschappen gedaan? Ja, of? Boodschappen, vaderdag cadeautjes. En ja, nu weer lekker naar huis. Je gaat vader verwennen? Of, vader verwennen en papa thuis natuurlijk. Gewoon de vader van mijn kinderen. Ja, zeker weten. Dus we hopen op zondag mooi weer. Dus het barbecue-pakket is al besteld? Nee, dat nog niet. Nee. Maar waarschijnlijk gaat hem dat wel worden. Maar u heeft kinderen, twee kinderen? Ja, twee kinderen, twee meiden. Ja. Hoe oud zijn ze, als ik vraag mag? 7 en bijna 10. Die zijn lekker naar school vandaag weer? Die zijn weer naar school. Nou, lekker. Ze hadden er niet zo'n zin in. Nee, ze waren een beetje gewend aan de vrije tijd die ze hadden. Thuis studeren gewoon met mama thuis aan de tafel. Dat was toch wel lekkerder als ja, echt tot 2 uur naar school. Maar ja, het is niet anders, het hoort erbij. Ja, maar vond u het zelf ook prettig? Ja. Maar ik wil moeder zijn en ik wil geen juf zijn van mijn kinderen. Dat was toch wel lastig. Nou, dat zegt u heel mooi. Ik bedoel, ja. We hebben hele bijzondere juffrouwen in Nederland. En ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het wel nog meer gaan waarderen, de leerkrachten. Het is toch wel echt een pittige taak. Maar misschien is het ook anders als het je eigen kinderen zijn. Maar wat dat betreft ben ik blij dat ze naar school zijn. Verder vind ik het altijd heerlijk als ze bij me zijn. Maar voor schoolwerk mogen ze gewoon naar school. En verder wil ik gewoon mijn kinderen vertroetelen en verwennen en opvoeden. En ja, dat is de taak van moeder, vind ik. Werkt u zelf ook? Of, ja, ik werk wel, maar ik zit momenteel in de ziektewet omdat ik geopereerd ben aan mijn enkel. En ja, mijn huidige werk kan ik niet verrichten, dus vandaag. Een staand beroep? Nee, ik heb een zittend beroep, maar ik moet wel met mijn rechtervoet een pedaal bedienen. En ja, dat gaat niet. Ik kan ook al geen auto rijden en ja, dat soort dingen. Nou, maar ik ben heel nieuwsgierig. U heeft een werk waar u zit, u heeft uw rechterpedaal nodig. Ja, ik werk in de tandtechniek, op een tandtechnisch laboratorium. Okay. En met mijn rechtervoet moet ik mijn handstuk bedienen voor de tandjes te slijpen en dat soort dingen. Ja. Ik zie ook dat u een mooi gebit heeft, dat heeft u meteen laten doen. Ja. Nee, dat is van nature. Het wit is wel nep, maar verder hoort het wel zo. Ja. Maar hoe is het zo gebeurd met uw enkel? Ik ben met de jongste van de trap gevallen. Oei. En toen was echt heel mijn enkel helemaal naar de galamiezen. En daar hebben ze geopereerd, maar het valt heel erg tegen. En ik zit nu in een revalidatietraject. Maar door de corona is er ook stil komen te staan. Maar ik moet eigenlijk 3 keer in de week naar Nijmegen, naar de Sint Maartenkliniek om te revalideren. Ja. Oh, dat is een aardige tijd. En ja. Hoe lang bent u al bezig ermee? Ik ben vorig jaar april ben ik geopereerd, dus dat kunt u nagaan. Ja, ja. Tijd geven en hopen dat het weer goed komt. Ja. Veel oefenen, goed luisteren wat ze zeggen. En dan komt het, hoop ik, vast wel weer goed. Zeker weten, daar gaan we vanuit. Oké, okay. Nou, hartstikke bedankt. Wat zeggen we dan in Den Bosch? Ja, wat houdoe. Houdoe, hè? Houdoe, hè? Wij zijn van Den Bosch. Zegt u het maar, heeft u wat te zeggen? En goedemorgen. Wij zijn een nieuwe winkel in Den Bosch. We zijn geopend sinds vorig jaar november. En ik denk dat het superleuk is om een nieuwe chocolaterie hier te hebben. Dus kom vooral langs. We hebben ook ijs, dadelijk voor in de zomer. Helemaal geweldig natuurlijk. Vooral hele leuke giftboxen. Die kan je zelf samenstellen vanaf €20. We verkopen überhaupt andere hele leuke cadeaus. Maar we hebben ook pinnarotjes, breekchocolade. Gewoon lekker voor thuis. Bonbons voor 's avonds bij de koffie. We hebben eigenlijk alles. Maar ik zie, het is niet maar zomaar een stukje chocola. Ik zie hele leuke hartjes. Ik zie leuke figuurtjes. Mogen we even binnenkijken bij je? Ja, zeker. Kom vooral binnen. We hebben meegedaan aan ABNO, waar wij 200 harten hebben gegeven voor mensen uit de zorg die een hart onder de riem verdienden. Ja, zeker. Dus we hebben 200 harten toen aan hun weggegeven en hun hebben ons hart gekregen. En als jij nou iemand een hart onder je riem wil steken, dan ben je ook van harte welkom om eentje te komen halen. Nou, dat vind ik nou heel mooi, hoe je het brengt. En een hartje geven aan iemand is altijd leuk. Heb je jezelf aan je vriend ook al een hart gegeven? Nee, nee, maar omdat ik hier werk neem ik best veel bonbons mee naar huis. Ik ben zelf heel erg verliefd op onze bonbons. En ik denk dat onze melkchocolade ook wel anders is. Er zit namelijk 36% chocola in, wat net 10% meer is dan in een winkel. En ik denk dat je dat echt wel proeft. Alles wordt trouwens handgemaakt. Dus ik denk dat je dat ook zeker wel proeft, ja. En de bosnaar hebben jullie al gevonden, want jullie zitten hier volgens mij plus minus een half jaartje. Ja. Klopt, ja. Nou, we hebben het nog wel nodig van vaste klanten, zeker. Vooral op dit moment verkopen we heel veel aan mensen die langskomen lopen en het er gewoon super mooi uit vinden zien en gewoon het graag willen proberen. En zo proberen we eigenlijk ons klantenbereik groter te maken. Nou, klinkt goed. Je bent zelf een bosnaar? Nou, heel toevallig ook pas een half jaar. Ik ben hier in oktober komen wonen en een maand later ging dit open. Dus, maar van tevoren kwam ik uit Bokstel. Uit Boksel. En je bent nou wel blij dat je in Den Bosch woont? Of wou je weer terug naar Boksel? Nee, absoluut niet. Ik ben heel blij dat ik in Den Bosch woon. Vooral met carnaval was het super gezellig. Dus ik wil hier zeker wel blijven wonen, ja, absoluut. Ja, dat is altijd wel leuk als je met carnaval niet zo'n eind naar huis hoeft. Dat je lopend naar huis kan of met de fiets, toch? Nou ja, ik kan kruipen naar huis, want ik woon op de markt. Dus ja, zeker. Je bent dus een echte Oeterdonkse? Ja, zeker. Ja, ja. En hart en nieren? Ja, absoluut. En je jasje al helemaal vol met emblemen? Nee, dat nog niet. Maar dat is wel voor volgend jaar wel een dingetje. Ja, zeker. Maar dit is de eerste keer dat je carnaval vierde? Of... Afgelopen jaar was het de eerste keer dat ik carnaval vierde, ja. Dus toen was het vooral nog rood en geel. En vanaf volgend jaar wil ik wel een jasje kopen met emblemen. Ja, klinkt goed. En nu al verliefd op Den Bosch, dat horen we graag. Ja. Wat zeggen we dan Den Bosch? Houdoe. 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 Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Goedemorgen, we zijn van het programma Den Bosch. Zegt u het maar. Goedendag dan. Ja, heeft u wat te zeggen, want u bent iemand die de stad schoonhoudt. Ik hou wel in de bakken schoon. De stad dat doet wil een andere groep. Maar is de stad, houdt het wel zelf een beetje netjes bij of zegt u van? Veel huisvuil en alles gooi je dan wel in die bakken. Huisvuil? Huisvuil aan, van de winkels, verpakkingsmateriaal. En dan zie ik iets verderop zie ik containers staan? Ja, daarom. Maar wilt u misschien een oproepje doen aan Den Bosch? Nou, het had het toch niet, je hebt het al zo dikke verhaal. Ja, maar ja, nu heeft u de kans toch? Ja, van mensen gooien alles gewoon waar je vindt op straat in de bakken en geen huisvuil. Dus Den Boschnaren, luister nou eens even naar deze man. Gooi je huisvuil gewoon in de bakken waar het thuis hoort. En dit is gewoon voor het straatvuil toch? Ja, dat is voor. Maar hoe lang doet u dit werk al? Dit nou pas een jaar. Ja, me bevalt het? Lekker buiten? Het is altijd lekker buiten, maar dat had ik eerst ook. Dat hoorde heet u wat anders? Ik zat eerst op de veegwagen en nu zit ik hier bij de kleppenwagen. Wat vindt u leuker? Nou, dit is meer goed voor mijn conditie. En, u bent niet meer de jongste, toch? Nee, daarom. Hoe lang moet u nog? Nog 6 jaar. Nog 6 jaar, maar dat houdt u wel vol, denk ik. Daar ga ik wel vanuit. Zolang de Boschnaar nog alles erin gooit, dan blijft het toch gewoon doorgaan, toch? Ja, dan blijven we gewoon doorgaan. En... Hoeveel vuil haalt u nou op zo'n dag? Nou, toch een stuk of 3, 4 van die kleppenwagentjes vol. Dus, ja. En met de Oeterdonk? Dan is het nog veel meer dan, maar ja, dat heb ik met 4 wagens rond, hè. Ja, ja, ja. En u doet het dagelijks, elke dag? Ja, dit doe ik dagelijks. 5 keer in de week? 5 keer per week. Elke dag, uit 2 keer per dag, dat ik de ronden maak. U bent ook een Bosnaar? Nee. Geen Bosnaar, waar komt u vandaan? Bosmalen. Bosmalen. Dat is toch een beetje Den Bosch, toch? Ja, die doet Den Bosch gekocht. Ja, 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 ja. Hebben we er veel voor betaald dan? 64 miljoen. U weet aardig wat cijfers dus. Nee, dat hadden wij toen over de Rosmalen, toen wij bij Den Bosch kwamen. Dus de Rosmalen is nu een beetje arm geworden door Den Bosch? Ja, is alweer bijgetrokken, hè. Maar fijn om u gesproken te hebben. Wat zeggen we aan Den Bosch? Den Bosch zeggen we houdoe, hè? Ja, dat zeggen wij in Rosmalen ook houdoe. Oké, bedankt. Hey, kom kijken. Goedemorgen, mevrouw en meneer. Wij zijn van het programma Den Bosch. Zegt u het maar. Zegt u het maar. Dan zegt u het maar. Ja, dat is uw momentje, u mag het zeggen. Ja, ik heb niet veel te melden, lekker weer buiten. Ja, ik zie u zo in het zonnetje zitten, dus ik denk, nou, die ga ik eens eventjes vragen of ze wat te zeggen hebben. Oh, u heeft de vlotte babbel, vertel. Nou, het is fijn om weer eens in de stad te zijn. Bent u lang weg geweest? Ja, we zijn lang niet in de stad geweest, dus dit is ook de eerste keer dat we weer in Den Bosch op het terras zitten. En wat is uw ervaring vandaag? Nou, ja, het ziet er allemaal goed geregeld uit, met die pijlen op de grond, tafeltjes uit elkaar, dus... Het is nog rustig in de stad. Dus nee, prima zo. Dus Den Bosch heeft het wel goed geregeld? Ja, wat wij nu kunnen beoordelen wel. Ja, maar ik ben ook benieuwd hoe het 's avonds gaat. 's avonds met... In de weekenden, bij het uitgaan, uit eten gaan, terrassen. Ja. Met de mooie nieuwe terrassen in Den Bosch? Bijvoorbeeld, ja. Want waar komt u vandaan als vraag mag? Uit Engelen. Uit Engelen? Ja. Ja, een stukje nieuwbouw van Den Bosch, zeggen ze toch? Ja, ja, klopt, klopt. Maar altijd al gewoond of bent u... Bosch, Vlijmen, Rosmalen, geboren in Vught, dus altijd wel in de omgeving. Ja. En altijd rondom Den Bosch. En waarom? Bent u zo verliefd op Den Bosch? Ja, een geweldige stad, mooi. Heeft u uw man leren kennen in Den Bosch? Ja. 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 Met dansen bij Jansen of... Nee, op de parade bij, wat was dat, Louis? Proeverij. Oh ja, proeverij. Ja. En bent u op uw man afgestapt of uw man op u? Nou, dat weet ik niet. Allebei? Nee, het was de blink in de ogen. En de glimlach. En de glimlach? Ja, de glimlach, die deed hem. Ja, die heeft ze nog steeds, zie ik. Ja, dat bedoel ik. Dus we waarden vast. Hoe lang bent u al getrouwd? 22 jaar. 22 jaar, dus 2 keer 11, 22. Ja, komt eraan, hè? Komt eraan. Dat hebben jullie dus mooi gevierd, of gaan jullie nog vieren? Nou, ik denk dat 11-11 niet doorgaat dit jaar. Oh. Nee, trouwdag. Trouwdag. Trouwdag doen we altijd vieren, maar of het groot of klein is, dat weten we nog niet. 11-11 gaat wel door, denk ik hoor. Maar misschien op een andere manier, maar dat zien we dan wel weer. Ja, dat zien we dan wel weer, hè? Oké. Okay. Ja, maar een beetje laten zakken allemaal, hè? Een beetje controle op corona krijgen. Ja, en volgens mij gaat het aardig goed. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja. Maar goed, nou leven we buiten, maar straks als de herfst weer komt en iedereen gaat weer naar binnen, wordt misschien een heel ander verhaal. Maar de tijd zal het uitwijzen. Het is wel grappig, dat corona blijft toch altijd een beetje het verhaal van de dag, bij iedereen. Ja. En ja, soms denk ik, ja, weet je, ik wil positieve tv maken, en toch staat u er positief in. Ja, ja, ja. Zeker, maar goed, gezien de omstandigheden moet je er ook iets van zien te maken. Ja. En dat doet me ook goed dat u weer de stad in gaat, dat het toch heerlijk aanvoelt. En ik zou zeggen, een hele fijne dag nog. En wat zeggen we dan in Den Bosch? Houdoe hè, jong. Houdoe en bedankt. Houdoe en bedankt. U zit zo te zwaaien, dus ik denk dat u wel wat te vertellen. Ja, nou, die meneer die zoomde in op mij, dus toen dacht ik, ik zwaai even netjes terug naar hem. Ik dacht dat u chance had met mijn cameraman. Ja, precies, ja. Ja, ik dacht, dat is net een maatje te groot. Een maatje te groot, maar je bent wel op zoek. Nee, zeker niet, nee. Je bent al gezetteld. Ja, zeker, ja. Je bent een leuke vent, echt een Bosnaar zeker. Ik ben ook voor de tv. Vertel. Ja, Gorinchem TV. Gorinchem TV, maar u komt hier niet vandaan? Nee, 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 nee. En hoezo vandaag Gorinchem naar Den Bosch? Ja, even lekker met mijn vriendin op stap. En dat is wel een Bossenaar? Ook niet, nee. Ik kom ook uit de buurt bij Gorinchem, uit Sleewijk. Maar Gorinchem is ook een hele mooie historische stad. Zeker. Ja. En wat vind je nou van Den Bosch vergeleken met Gorinchem? Qua historie is natuurlijk Den Bosch een veel mooiere stad. Maar Gorinchem heeft wel hele mooie plekjes. Alleen als je er heel lang woont, en dat zullen de echte Bossenaren ook hebben, dan zie je eigenlijk de schoonheid van de stad niet meer. Want dan loop je er doorheen en dan ga je niet meer naar de gevels kijken en dan kijk je niet meer naar wat echt heel mooi is. Ja, want hoe meer je naar boven kijkt, hoe mooiere dingen je ziet, hoe meer je zwerft in Den Bosch, hoe leukere steegjes je tegenkomt. Je ontdekt elke dag weer wat nieuws. Dus jullie zijn vandaag lekker op pad. Nou, goede wandelschoenen aan, zie ik. Dus jullie gaan lekker zwerven door de stad heen. En lekker nog wat lunchen. Ja, we gaan zeker ook nog lunchen, ja. En hoe kennen jullie elkaar? Van vroeger, vriendinnen. Dus oude... Eigenlijk van de voetbal. Ja, vroeger... Van de voetbal, u heeft van de voetbal gezeten. Ik heb een slokje hoor, sorry. Ja hoor. Voor voetbal, dus u heeft samen voetbald. Ja. Vanaf 13 of zo, ja. Toen was damesvoetbal nog helemaal niet in zicht. En de dameselftal die hebben het aardig gemaakt. De damesvoetbal op de kaart gezet. Balen jullie daar niet een beetje van dat dat niet eerder was gebeurd? Nou wel, hè, want als je bij hockey kijkt, die hebben nu allemaal veteranencompetitie en zo. En dat is eigenlijk bij voetbal nog staat nog in de kinderschoenen. En vooral ja, waar wij dan vandaan komen, heb je niet zo heel veel in de buurt waar je dan met oudere dames kan voetballen. Dus we hebben wel een tijdje geprobeerd. Maar ja, wat dat betreft. Maar vroeger, wij hadden al best wel veel uitdaging hoor. Dus dat was vroeger, we hadden echt al een leuke damesteam. En dat was al wel in ontwikkeling. Ja, ik wou net zeggen, want jullie hebben nog een beetje met de heren gevoetbald, omdat het niet anders kon, denk ik. Nee, we hadden echt wel een echt dames- en ook een meisjesteam en zo. En, wij komen oorspronkelijk dus uit Sleewijk. En daar was het echt bijzonder. In het land van Heus en Altena waren wij, en eigenlijk nog steeds wel, met de grootste afdeling dames. Dus wij liepen wel voorop. Klinkt goed. Nou, ik vind het super om jullie gesproken te hebben. Wat zeggen wij dan in Den Bosch, weet u het al? Ja, houdoe en bedankt. Ja, ja. Inderdaad. Nou, houdoe en bedankt, hè? Ja, houdoe en bedankt. Ja, bedankt weer voor het kijken naar het programma Den Bosch zegt u maar. Ik zou zeggen tot volgende week en houdoe en bedankt.